vehicle near me. Voilà. Peloton, maar de leiders die komen nu al aan de voet van de Paterberg. Dus nu is zien wat er gebeurt, vooral in de kopgroep, maar ook in dat peloton. Hier begint de Pater. De Paterberg, een verschrikking. Percentages tot 20%. En kijk, geniet van de leegte hier op dit moment, dames en heren. Over een dag of 10 kan je daar niet meer staan. De Ronde van Vlaanderen, dan staat hier een Mensenzee. En de Volder die sleurt zich naar boven in zijn gekende stijl. Zoekt daar de linkerkant van de weg op, waar het iets makkelijker bolt. Ja, die Mouravjev voorbij ging rijden. Mouravjev op het paadje. En hij daar toch, toch voorbij op de kasseien. Sterk moment, hier het paadje op links. Volledig een beetje met bladeren bedekt. Van daaruit de renners uit de goot. Er is volk opkomst, Karel. Er is mooi volk. Ja, kijk.
Gerard. Ja, toch. 24 uur, maar liefst 168 keer? Nee. Ja, de gevinds overal, hè. Op 13 en 14 september. Ja, Karel? Ja, even de samenstelling van de kopgroep, want we hebben dus een nieuwe kopgroep na de Paterberg. We gaan ze eens één voor één opnoemen. Ik zie hier onder meer Mourafjev zitten. Van Avermaat is erbij. Matty Breschel, Stijn de Volder, Staf Scherlings, Frederik Willems. We hebben dan ook Martin Elmiger en Michael Scher. Dus twee mannen van Astana, één van Quickstep, één van Liquigas, eentje van Cofidis, één van Silence Lotto, één man van AG de Zer en eentje van... Dus uit elkaar. Nuyens in dat tweede groepje samen met zijn ploegmaat Chavanel. Ja, de Volder die nu een klein beetje gevangen zit, die nu ja, moet omkijken. Van Avermaat die zich natuurlijk sterk voelt, die denkt van hola, dit zit erin. En hoop dat deze mannen gaan doorrijden. En de Volder, denk ik, die van achteruit wel opdracht zal krijgen van hola man, even wachten. Uw kansen dalen. 8 koplopers. En aan de streep is het ondertussen ook beginnen regenen. Het regent hier momenteel pijpen stelen. Lijkt zelfs iets natter dan daar onderweg. Het is de klassieke ronde, er is niks aan veranderd, het is een mooi rondje. Dan ziet u de samenstelling van de kopgroep. Volder, Van Avermaat, Elmiger, Mourafjev. Dan de twee Cofidis-jongens, Nuyens en Scherlings. En verder dus ook Willems en Amorisson. Ja. In der tijd bij de belofte team van Herman Frison. 21 seconden de voorsprong. Maar Mourafjev die in die amateurperiode onder meer de omloop van Heinegouwen won. Hij heeft nog voor de belofte van Quickstep Davitamon gekoest. En Cancellara die... Ja, Karel? Het is toch mooi hoor, om te kijken naar die Cancellara als hij zo zijn handen op dat stuur legt en dan die dijen die omwentelingen maken. Het is een prachtig zicht en daar straalt enorm veel kracht, enorm veel macht vanuit. En Cancellara die nu omkijkt, maar niet onmiddellijk steun krijgt van de mensen achter. Wat zie je nog daar? 16. Oeh, 20 seconden, we zijn ze een klein beetje uit het oog verloren, we zijn ze een klein beetje vergeten, deze drie mannen. Maar die trekken er zich niets van aan. Nuyens die daar vooraan gaat rijden. Benieuwd of er nog een plof komt in dat peloton bij de eerste beklimming van de Holstraat. Misschien van enkelingen die er geen belang bij hebben dat de machtsblokken de koers in handen gaan nemen. Enkelingen die nog proberen vooraan te geraken. Maar als je dan alleen die kloof moet gaan dichten, die wordt toch steeds groter. Kijk, we moeten al goed kijken hier van op de motor en verturen om de drie leiders te zien rijden. Alleen die kloof dichten, dat is geen optie meer. Dus moet je op steun rekenen van een paar andere sterke mannen. Maar ik denk dat de plof zal uitblijven tot in de laatste ronde. En dat we dan gaan zien wie een hand uitsteekt naar de zege in dwars door Vlaanderen.
Op dit moment Allan Johansson, de leider in de wedstrijd. Kijk naar het volk. Net de doortocht op Nokerenberg gezien, snel de straat overgestoken om dan nu te zien hoe ze hier boven komen op de Holstraat, Karel. Ja, en de versnelling in het peloton, vooral tempo maken. Steven de Jong met Gardijn aan het wiel, dan Scheirlings. Ik zie Bonen ook zitten iets verder. Is dat weer Willems of is het Franzooi deze keer? Ik denk dat het Franzooi is. Maar de Jong die nu stevig tekeer gaat en een klein spurtje trekt tot boven op de Holstraat. Ook Bonen die daar weer goed mee. Ik ben benieuwd is wat dat Steven de Jong gaat doen, doortrekken en of hij steun krijgt, van wie hij steun gaat krijgen. Gardijn zat daar, Vasilans Lotto. In principe moeten die mannen ervoor zorgen dat ze doorrijden, want zoals we niet net al zien, kunnen we wel even doortrekken, maar die mannen... 8% stijlste stukje, hier moet het gebeuren. De Holstraat, de andere kant van Nokerenberg en Chavanel, de eenzame koploper. Ex-winnaar van de Ronde van België. Dit seizoen al een etappe gewonnen in Parijs-Nice, 9e ook. In de Ronde van de Middellandse Zee en hier het geweld bij de achtervolgers met Postuma. Postuma gaat, Karel. Met Klier op het wiel en dan de andere. Nuyens die heel gevat reageert, ook de Jong, daar. Eekhout die al iets verder. En daar doen ze het. Zo komen ze boven in de achtervolging op Chavanel. Ja, de neus. Levensbelang hier, hè. Van levensbelang voor deze man hier vooraan. Dus wanneer je daar als kopman van deze achtervolgende groep de bocht neemt en je kijkt om en je ziet daar iemand van als Nuyens in je wiel zitten en nu onmiddellijk terug reactie van Nuyens, ja, dan is dat echt om een beetje ontmoedigd te worden. Op. Chavanel, hier komt zijn derde seizoenssucces. Dwars door Vlaanderen begroet een Fransman op de erelijst. Dat gebeurt niet zo vaak. Nooit eigenlijk. Het is de eerste Fransman op de erelijst. Jawel, Sylvain Chavanel wint à travers les Vlaanderen. Prachtig gedaan. Mooi nummer van de dubbele Franse kampioen tijdrijden. Chavanel is de beste in Waregem. En de spurt voor de tweede plaats. Nog wat gevring in dat groepje. Nuyens op kop. En dan komt Eekhout daar ergens midden door. De Jong van op kop. Eekhout in een nummertje met Steven de Jong. De Jong of Eekhout wordt tweede. Het is de Jong die tweede wordt. Of toch nog Eekhout? Jawel. Nee, de Jong tweede, Eekhout derde. En Andreas Klier vierde. En vuist bij Nick Nuyens. Voor het succes van Cofidis dan de pelotonspurt en die wordt gewonnen door Vaitkus. Vaitkus voor McEwen in het peloton op een seconde of 40. En Eichler. Ook Van Dijk op de eerste rij van het peloton, Stefan Van Dijk. Maar dit is de winnaar van Dwars door Vlaanderen. Sylvain Chavanel won met een seconde of 27 officieus voorsprong op Steven de Jong. Eekhout derde, Klier vierde.
de appreciatie, het feestje bij de mannen van Cofidis.